Welkom bij Tiel aan tafel. Ik ben omgeven door kunst. De kunstenaar van deze prachtige werken gaan we straks mee praten. We hebben natuurlijk de kritische vrienden. En bij mij aan tafel zit nu Lucien Tros, voorzitter van de Vrienden van Vrijthof. Lucien, welkom. Dankjewel. Wij hebben al vaker gesproken, maar er zijn ongetwijfeld nog steeds mensen die de Vrienden van Vrijthof nog niet echt kennen. Kun jij in het kort vertellen wat deze stichting doet? De stichting Vrienden van Vrijthof. Vrijthof zorgt ervoor dat de zon wat vaker schijnt binnen het verpleeghuis. Eigenlijk is ons doel om geld in te zamelen, om projecten en zaken te kunnen realiseren waarvoor Vrijthof zelf geen geld heeft. En op die manier maakt het een stuk gezelliger voor de bewoners. Ja, en die actie waar het vorig jaar vooral over ging, doneer een peer, ging over de tuinen die daar aangelegd zouden gaan worden. Dat klopt. Hoe is het met dat project? Nou, heel goed, want die tuinen die zijn klaar. Even ter herinnering, we hebben een aantal binnentuinen binnen Vrijthof. En die binnentuinen die zijn ieder zo'n 600 vierkante meter groot. Dus behoorlijke tuinen. Spink. En die tuinen die worden omgeven door afdelingen waar bewoners met dementie verblijven. En het is eigenlijk het enige contact met de buitenwereld voor deze mensen. Die tuinen? Die tuinen. En die tuinen, nou, die zagen er eigenlijk niet uit. Ongezellig. Scheve terrassen, stoeltjes die ongemakkelijk waren. Geen gezelligheid en sfeer. En toen bedachten we samen met Vrijthof, wat kunnen we doen om het hier eens op te knappen? Maar Vrijthof had er geen geld voor. Dus wij zijn heel erg aan de slag gegaan om geld in te zamelen om die binnentuinen heel mooi op te knappen. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja. En hoe ziet het eruit? Hoe is het geworden? Het zijn een tweetal tuinen. We hebben een sfeertuin en een moestuin. En die moestuin, dan kun je je voorstellen, dat zijn hoge bakken waar de bewoners in kunnen moestuinieren. Zelf? En zelf moestuinieren. Dat is heel belangrijk, want het is een onderdeel van de dagactiviteiten van deze bewoners. Dus ze kweken zelf hun groenten en fruit. Het zijn mooie tuinen, maar er is ook een mooie foyer aangebracht. Er is een kippenhok, er zijn konijnen. Kortom, een mooi gebeuren. Zitjes, tafels, stoelen, ook handige tafels en stoelen waar je makkelijk kunt gaan zitten en ook weer kan opstaan, voor senioren bestemd. En het allermooiste van bijvoorbeeld zo'n moestuin is, dat hebben we laten onderzoeken, dat gebleken is bij andere plaatsen waar zo'n moestuin is gerealiseerd, dat deze bewoners langer en vaker bezoek over de vloer krijgen. Want ja, je zegt al gauw als je bij je moeder op bezoek gaat of bij je vader die dementerend is. Van nou, zullen we eens even gezellig de tuin in gaan en eens kijken hoe de aardbeidjes erbij staan. Nou, dat hebben we bereikt. We zijn ontzettend blij binnen een jaar dat we beide tuinen zo mooi hebben kunnen aanleggen. Ja, en er zijn ook al reacties van de bewoners. Ja, men vindt het allemaal geweldig. Oh, wat en er wordt heerlijk. Enorm gebruik van gemaakt. En ik moet er ook bij zeggen dat Vrijthof zelf ook een duit in het zakje heeft gedaan. Want de bewoners die hebben natuurlijk allemaal huiskamers. En Vrijthof heeft er zelf voor gezorgd dat er vanuit de huiskamers terrasdeuren zijn gekomen. Zodat mensen vanuit een huiskamer zo de binnentuin in kunnen wandelen. Dus het is echt aan alle kanten een geslaagde actie. Nou, die actie Doneer een Peer, dat is een permanente actie. Dat is een permanente actie. We zijn ermee gestart als motto om meer donateurs binnen te krijgen. Want uiteindelijk voor al die activiteiten is natuurlijk geld nodig. Voor al onze activiteiten is geld nodig. En de actie Doneer een Peer is in het leven geroepen om die donateurs te kunnen werven. Ja, goed. Ja. Nou, die tuinen zijn een super geslaagd project dus. Ja. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou ja, de tuinen worden maandag de 23e mei geopend door de burgemeester. Dus dat is natuurlijk een heel feestelijk gebeuren. Daar zijn we al erg blij mee dat gaat gebeuren. En dan hebben we dat project eigenlijk afgesloten. Maar naast hele grote projecten zijn we als stichting ook bezig met kleinere projecten voor de bewoners. Zo hebben we onlangs een actie Harte Wens georganiseerd. En het hield eigenlijk in dat we in de entree van Vrijthof een wensboom hebben neergezet. En mensen konden dan hartjes hun wensen schrijven en ophangen in de boom. De bewoners. De bewoners. En ja, dat waren eigenlijk hele simpele wensen. Om gewoon een keer gezellig een kopje koffie te drinken op het terras in de stad. Mensen kijken. Of te gaan winkelen met de dochter of met de kinderen uit eten gaan. Of naar de dierentuin. Kortom, allemaal dat soort eenvoudige wensen. Waar hun leven al zoveel mooier van zal worden. Waar absoluut dat het verschil maakt tussen plezier of geen plezier, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus die wensen zijn zo mooi. En we dachten aanvankelijk, nou, we gaan 2-3 wensen, grote wensen in vervulling laten gaan. Maar er zijn een kleine 50 wensen ingediend. En we hebben gezegd, kom op, we doen het allemaal. Dankzij de donateurs van Vrijthof. Dankzij de gullegevers van bedrijven, van verenigingen, van stichtingen en van mensen. Om dat mogelijk te maken. Nou, en zo rijdt op dit moment
vorige maand en ook deze maand en de komende maand dagelijks de Vrijthofbus heen en weer naar Artis in Amsterdam. Of naar Varik, naar de begraafplaats waar een bewoner nog eventjes graag een bezoekje wil brengen. Of naar het dierenasiel om daar poezen te gaan aaien. Of om te gaan karpervissen in de vijver. Kortom, we hebben echt met deze actie harte wens, wat op zich een kleine actie is, zoveel plezier en warmte gebracht. En mijn collega Hansje Zellenraad, collega bestuurslid van de Stichting Vrienden, is daar ook heel druk mee bezig geweest. Ja. Dat moet ik wel even vermelden. Geweldig, dus het gaat niet alleen maar over hele grote dingen. Het gaat over ook relatief kleine dingen dus. Absoluut, absoluut. En dat kan ook zijn dat we een keer ervoor zorgen dat er tijdens een koffiedrinkmoment muziek wordt gemaakt, live muziek. Of dat er een keer op ijsjes wordt getrakteerd. Je kunt met hele kleine dingetjes heel veel doen. Als ik één voorbeeld mag noemen, ik zie dat mooie fruit hier. Hè, afgelopen jaar, die peer. Hè, mooi, hè? Bijvoorbeeld, ziet er prachtig uit. Dan denk ik aan het fruitcorso. En afgelopen jaar met fruitcorso zijn we met een aantal vrijwilligers, met bewoners vanuit Vrijthof, naar de mozaïeken gegaan in de binnenstad om dat te bekijken. Nou, en wij stonden daar als Stichting Vrienden van Vrijthof klaar met een bus. We hebben voor €60 oliebollen gehaald. En iedereen ging met een witte broek naar huis van de poedersuiker. Ja. Want we konden iedereen ontzettend blij maken voor €60. Dus mensen zeggen wel eens, ik geef €100. En dat is niet veel, maar toch. Maar dat is hartstikke veel. We kunnen met kleine bedragen heel veel betekenen. Ja, en daarvoor hebben jullie ook een hele toegankelijke website. Absoluut. En volgens mij ga jij dat op camera gewoon nu zelf vertellen. Nou, de bedoeling is. Dat is fijn. Dat ik de kans. Als ik hier mag zitten, dan doe ik dat natuurlijk heel graag. En ik ga die camera pakken. Ja, dames en heren, u hoort het. De Stichting Vrienden van Vrijthof laat de zon in het verpleeghuis Vrijthof vaker schijnen. En u weet het, voor de meeste bewoners in het verpleeghuis geldt, als je daar woont, dan woon je daar voor de rest van je leven. En u kunt ervoor zorgen dat die zon daar blijft schijnen. En dat kunt u doen door te doneren aan de stichting Vrienden van Vrijthof. U gaat naar de site vriendenvanvrijthof.nl en u klikt en doneert. Dat kan met iDeal, u kunt het overmaken, u vindt daar alle informatie. We zijn met alles blij, want alleen met uw hulp en met uw bijdrage kunnen we een verschil maken om het leven van de bewoners van Vrijthof een stuk zonniger te maken. Namens de bewoners, bedankt. Nou, Lucien, ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. Mooi. Geweldig, ga zo door met deze prachtige stichting. En mochten er weer nieuwe projecten aankomen, dan kom jij er weer over vertellen. Wij melden ons, zeker weten. Oké, dankjewel. Net al over de prachtige kunst die om ons heen staat. En nu is de kunstenaar aan tafel Lothar Vigelandszoon en hij heeft zijn manager meegenomen, Petra de Jong. Welkom. Dankjewel. Lothar, als eerste, prachtig wat ik hier zie. Wat een geweldige bronzen sculpturen. Dankjewel. Zijn dit. Dat is een enorm proces voordat zoiets eruit gaat zien. Dat klopt, ja. Ja. En jij maakt dit in een atelier hier in Tila? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een atelier hier aan de Morsestraat. Daar creëer ik dat. En eerst wordt het in was gemaakt en dan geef ik het af bij de gieterij. En daar wordt het omgezet in brons. En dan zorg ik verder voor de afwerking en patineren, het kleur aanbrengen. Is dat. En dan is zoiets klaar, Petra. En dan moet het natuurlijk ergens naartoe. Ja, zeker. Naar een expositie, een klant, het moet in een boek, het moet ergens terechtkomen. En volgens mij is dat een stukje van het traject wat jij voor in rekening neemt. Ja, nadat dus het hele proces achter de rug is, dan gaan we kijken waar het het beste op zijn plaats is. En Lothar exposeert in veel landen, dus het kan Londen, Parijs of Singapore of Kazachstan zijn. Dan wordt er voor elk object wordt een aparte kist getimmerd op maat. En dan transport en de verzekering en alles wordt dan geregeld. Dus en zo gaat het dan over eigenlijk de hele wereld. Ja, dat is een enorm proces. Maar Lothar, hoe komt het dat men jou overal kent? Hoe is dat ooit ontstaan? Nou, als ik even misschien over mezelf, mijn achtergrond. Ik heb, je hebt namelijk een hele andere achtergrond. Ja, hè? Dat klopt. Ik heb 37 jaar voor IBM gewerkt.
En ik was directeur in Europa voor consulting over beveiliging. Niks met kunst te maken. En helemaal ik wist niets. Er ook helemaal niks van kunst. Maar dus had het affiniteit gehad? Nee, nooit. En ik ging na 37 jaar met pensioen. En toen was je natuurlijk best jong nog. Nou, ik was 57. Nou ja, pensioensgerechte leeftijd was het. Ja, dat is toch wel een keer. En ik ben fanatieke golfer. Ik dacht, nou, in mijn pensioen ga ik lekker golfen. Maar na een tijdje dacht ik van, nou, na 3 maanden, nou, dat is het toch niet. Ik moet toch wat anders doen. En toen ging ik met een vrienden kunstenares, ging ik een keer mee naar de gieterij. En ik vond het interessant. En heb ik 3 maanden in de gieterij gewerkt, gewoon om te zien hoe dat gaat. En toen heb ik een keer wat voor mezelf gemaakt. En zo is het begonnen in wezen. En dan blijkt dat 13 ook, jaar geleden. Ja, maar dan blijkt ook dat je daar talent voor hebt. Dat zeggen ze wel. Ja. Ja. En ik ging steeds wat dingen maken en steeds groter. En op een gegeven moment werd ik gevraagd bij bepaalde galeries in Frankrijk. En zo is het begonnen. En ik heb 5 jaar geleden in Monaco gepresenteerd. En toen werd ik een beetje ontdekt, zou je zeggen. Want kwam een galeriehouder, heel bekende in Frankrijk, naar me toe. En dat is dan in een hotel? Is een hotel in Monaco. In Monaco? Gebeurd. Ja. En toen vroeg de galeriehouder mij van, kun je me 7 stukken meegeven, fruit. En die ga ik dan exposeren. En dat hebben ze gedaan in Megève, in een wintersportplaats. En toen hadden ze in 3 weken alle 7 dingen verkocht. Dus toen zei hij, ik wil meer. En zo is het begonnen. En maar dan moet je onderhand gaan produceren. Ja, dat doen we ook. Dus er zijn Peter en de Helm ontzettend mee. Ja, ik wou net zeggen, dat lukt je natuurlijk dan ook niet. Dan kan ik alleen maar alleen. Met productie bezighouden. En Peter doet alles wat er omheen. Ja, maar even over productie te spreken. Het zijn natuurlijk wel allemaal exclusieve kunstwerken. Dus er wordt gewerkt in series. Dus het wordt allemaal het zijn allemaal unieke nummers. Objecten. Ja. Ze krijgen allemaal een nummer. Onderin de voetplaat staat een nummer. En we weten van elk nummer waar die heen is gegaan. Dus het is, en zodra dus een serie is uitverkocht, dan wordt er een hele nieuwe kers wordt er weer gecreëerd. Dan, ja, want ik heb begrepen inderdaad dat kersen vooral heel erg geliefd zijn. Ja, ja. Zeer, zeer geliefd. In wezen kunnen we niet aanleveren. Zo groot is de vraag. Maar heb je enig idee waar hoe dat kan? Dat kersen zo goed in de smaak vallen? Ja, dat spreekt zo aan. Ik denk dat het meer aanspreekt. De kleur en de manier van afwerking. En wat ik van de galeriehouder hoor, zeggen ja, je koopt geen kunstwerk van Lota. Je koopt een juweel. Want zo mooi zijn ze afgewerkt. En dat is een goed verkooppraatje, denk ik. En het werkt. En het is natuurlijk voor altijd, hè? Ja. Ja. En Lothar heeft ze van hele kleine kersjes, echt zo. Dat zijn de kleinste dan, tot 1,80 meter. Dus je kan het wat variëren. Ja. Ja. Ja, net zoals deze ook. Die staat nu net zo groot ongeveer als we hier de tafel hebben. Staan ze nu bij de gieterij klaar. En die hopen volgende week, ja, eind volgende week naar Londen. Worden ze naar Londen? Ja. Een hele grote. Worden ze verscheept? Ja, ja maar met de vrachtwagen gaan ze erin. Moet het nog wat in de kist gepakt en dan komt de vrachtwagen die laat ze in. Jenny, ik zie een heel mooi boek voor jou liggen. Ja. Dat boek is recent uitgekomen. Ja, dat is eigenlijk 2 weken terug zo'n beetje is het uiteindelijk gelukt om alle werken van Lothar erin te zetten. Nou ja, het is prachtig. Lothar's werk is heel divers. Dus, ja, het is niet inderdaad alleen fruit. Nee, we hebben het nu echt over fruit. En zijn fruit, het spreekt ook enorm aan. Kijk, een aardbei bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorm joekel. Ik ga eigenlijk even op die camera moeten houden. Ik weet niet of dat zichtbaar is. Je zou zo je tanden erin zetten, bij wijze van. Elk pitje is gepolijst. En het is een hele grote... hele grote... heeft met name dus het fruit. Nee, dit is ook de andere sculptuur. Andere sculptuur zit er ook in. Ja, dus, ik maak behalve fruit ook figuratief werk. Dat figuratieve werk, Lothar, waar haal je inspiratie vandaan? Nou, gewoon uit het dagelijks leven. Ik zie wat en dan kom ik op een idee. En dan zeg ik, oké, dat ga ik maken. En hoe begint dat dan? Hoe werkt dat dan? Ja, bij mij is het, de meeste kunstenaars gaan een schets maken, tekenen. Maar ik kan helemaal niet tekenen. Dus bij jou zit het in je hoofd? Ja, ik kan het beeld opnemen en ik bouw in wezen het beeld wat ik wil maken in mijn hoofd, 3-dimensionaal. En ik kan het gewoon een beetje ronddraaien in mijn hoofd. En zo ga ik het creëren in was. In was? In was, ja.
Mijn grote beelden maak ik eerst, zeg maar, het skelet, zou je zeggen. Als ik een persoon moet maken, maak ik eerst een skelet van ijzer. En dan bouw ik het helemaal op, de spieren en dan de huid eroverheen, het gezicht. Het wordt helemaal opgebouwd. Dus je moet anatomisch moet het kloppen, onderlegd zijn, ja. Het moet helemaal kloppen. Ja, en ik heb nooit cursus gevolgd. Dus ik heb allemaal uit boeken gehaald, dingen geprobeerd. Ik ben een beetje self-made man. Helemaal autodidact. Ja, autodidact, ja. Wat me eigenlijk wel heel mooi zou zijn, als we eigenlijk al jouw sculpturen een keer eens bij elkaar zouden Ja, dat zou mooi zijn, ja. Ja, nou, daar was dit boek al zo mooi. Dit was wel even iets. Ja, dit was wel even. Is dit boek al te koop? Fijn, ja. Ja, dus, kunnen, ja. Via de website van Lothar... Lothar Brons. Ja. Lotharbrons.nl. Ja. Als ze daar een mail naartoe sturen, dan kunnen we wel regelen dat het boek terecht. Geweldig. Nou, hartstikke fijn dat je daar iets hebt over willen vertellen. Ga door met deze prachtige werkzaamheden. En daar maak jij heel veel mensen gelukkig mee. Ja. En dank je wel voor jullie dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ook bedankt. Ja. Ook bedankt. Dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. We gaan het hebben over de A15. Die wordt iedere dag drukker, drukker en drukker. 2028 staat die pas op de agenda. En dat gaat nog best wel lang duren. Aan tafel, Han Kersten en Mark Paulus. En mannen, jullie hebben hier vast een idee bij. Han, wat vind jij daarvan? Nou, dat is gelukkig een heel eenvoudig probleem. Je zet er gewoon een tolweg neer. Je besteedt de exploitatie uit aan een bedrijf wat dat organiseert. Die doen er een strookje asfalt bij. En dan is de capaciteit groter, de weg wordt veiliger. En het aantal gebruikers zal een klein beetje afnemen. Een tolweg? Een tolweg, ja. De eerste in Nederland, denk ik. Maar de brug bij Beneden Leeuwen was een tolweg. Er zijn wel meer dingen te bedenken wat met privaat geld gefinancierd is. Waar bedrijven best wel in willen stappen als ze er ook wat voor terugkrijgen. Ja, Mark, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind een tolweg absoluut een onzinnig idee. Op het moment dat je een uitzonderingssituatie gaat creëren in Nederland door dwars door Nederland de A15 tot tolweg te verheven, ik denk dat je dan op de foute weg bent. We hebben daarnaast ook nog eens een keer een spoor. Daar is enorm veel in geïnvesteerd. Daar zit nog een enorme capaciteit op. Daarnaast hebben we fantastische waterwegen. Ook daar zit een enorme capaciteit in. Dus ik denk dat er eerst beter verdeeld moet worden en geoptimaliseerd voordat je gaat denken aan een hele grote uitzonderingssituatie om een tolweg te creëren. Ja, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Nou, jouw reactie daarop? De trein wordt volgens mij nog steeds gesubsidieerd. Dus ik denk dat je de kosten eerst echt vergelijkbaar moet maken. Binnenscheepvaart wordt niet gesubsidieerd. Dus als binnenscheepvaart, het wegtransport en de trein onder gelijke voorwaarden werken, dan is daar wel iets voor te zeggen om dat te doen. Ja. Ja. Maar ja, we moeten toch beter omgaan met de ruimte en die is beperkt. En als je dan zoveel zaken bij elkaar hebt liggen, een A15, daarnaast een Betuwelijn en daarnaast vervolgens ook nog alle waterwegen eromheen, dan zul je gewoon dusdanig moeten gaan schakelen dat je alles maximaal gaat benutten. En dat die maximale benutting is er niet. A15 wordt maximaal benut, die is te veel benut. Die is overbenut. Daar ligt zelfs 20% meer vrachtverkeer op dan gemiddeld op andere snelwegen in Nederland. Dus dat heeft al een hele scheve verhouding en dus een gevaarlijke verhouding. Vandaar ook alle ernstige ongelukken en zelfs doden. En het neemt eigenlijk de afgelopen maanden en jaren alleen maar toe. Dan moet je gewoon gaan kijken om zo snel mogelijk te schakelen, al helemaal. Als je een politiek hebt die eigenlijk niet wil schakelen en eigenlijk het over de schutting richting 2028 gooit. Ja, maar dat duurt nog heel lang, hè? Ja, dat is veel te lang. Want in de tussentijd heb je gewoon een enorme druk op de economie. Je hebt woon-werkverkeer wat er overheen komt. Het drama neemt alleen maar toe op die A15 als je naar 2028 gaat schuiven. En dat is gewoon onacceptabel. Ja, mijn vraag is dan ook, zou die Betuwelijn wel voldoende benut worden? Die Betuwe-route? Ik denk het niet. De Betuwe-route, in ieder geval volgens de gegevens, is met tientallen procenten omhoog gegaan het benutten ervan. Maar er zit nog een enorme capaciteit in die spoorlijn. Ja. Dus daar kan echt op gehandeld worden. Ja. En dat is ook de capaciteit op de scheepvaart, die is enorm. Het is zo dat de scheepvaart heeft het heel moeilijk gehad in de economische recessie.
Ze zijn nu weer aan het zich aan het herpakken. Maar er is nog capaciteit voldoende om heel veel vracht via schepen naar het Roergebied te brengen. En waarom gebeurt dat dan niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Het is minder makkelijk. Ik denk dat de gemiddelde bevrachter ook niet bekend is met het echt exact op tijd varen van schepen van Rotterdam naar het Roergebied toe. Dan kun je de klok echt op gelijk zetten. Dat is op de minuut nauwkeurig vertrekken die en komen die aan op de plaats waar ze moeten zijn. Maar de bevrachters moeten ermee bekend zijn. Daarna is het zo dus dat daar is wat te winnen. Daar is echt wat te winnen, ja. Plus dat de vracht per ton is, de kosten zijn veel lager qua milieu als echte eurokosten. Gewoon omdat je in één keer duizenden tonnen vracht meeneemt. Dus er zijn best wel redenen voor, maar het antwoord daarvoor ligt bij de bevrachters. Ja, en dan ook hier weer de naïviteit van de politiek. Als je kijkt naar het aansluiten van het achterland met zowel scheepvaart als de trein. Dan zie je dat er een grens ligt voorbij Arnhem. En die wordt gewoon nog steeds als grens gezien. En dat vind ik gewoon enorm naïef. Er is jarenlang geploeterd om eindelijk een aansluiting te krijgen, waardoor het vrachtvervoer vanuit het Rotterdamse richting het Duitse achterland kon. En dat was problematisch omdat de aansluitingen gewoon niet klopten. En daar heeft men gewoon jaren en jaren in verspild. En dat soort hobbels, ja, die maken het problematisch. En die zijn gewoon politiek ingegeven en niet praktisch opgelost. Ja, maar dat heeft zoiets veel te lang geduurd. Dan zou je denken, dat is een leermoment. Politiek leert niet. Nee. Nee, ja, het is gewoon een naïviteit wat dat betreft. En je ziet het op alle mogelijke vlakken, economisch, maatschappelijk. Men schakelt elke keer achter de feiten aan en dan roept men dat men moet verbeteren en dat men voortschrijdend inzicht heeft, maar ik zie het niet erg. Ja, dus de oplossing op de meest korte termijn zou eigenlijk zijn die betere route en de scheepvaart inschakelen. De oplossing op korte termijn is dat de regio, dat is toch de overkoepelende organisatie hier in dit gebied, dat die zich echt sterk gaat maken, heel structureel, hoe dingen gaan aanpakken. Ja, maar dan moet men ook regionaal gaan handelen. Want als je kijkt naar de onderzoeken die werden gedaan ten aanzien van de problemen rondom de A15 en de capaciteit en de belasting van de hele regio, dan zie je dat het allemaal gefragmenteerde bijdragen waren van allerlei organisaties. En er was gewoon een gemiste kans door het niet samen op te pakken. Zonde. En men is uiteindelijk daardoor pas veel later tot de conclusie gekomen dat het allemaal gebundeld moest worden. En ook dat was weer een gemiste kans om een vuist te maken vanuit de regio om economisch zijn kracht te tonen. Ja, nou, die hele stapel bij elkaar gevoegd in gaan dienen. Dat zou wellicht dan iets los gaan maken. Ja. Dan een tolweg instellen, hè? Of een tolweg. Ja, goed. Dank jullie wel, heren. Ja. Dat was Tiel aan tafel voor deze keer. Ik zie u graag weer volgende week.